NOS Jeugdjournaal. Vliegramp New York, waarschijnlijk ongeluk. Afghaanse strijders veroveren hoofdstad. Euromunt moet terug in de kluis. Dag allemaal. Een dag nadat in New York een vliegtuig neerstort op een woonwijk is nog steeds niet duidelijk wat de oorzaak is. Bij de ramp vielen veel slachtoffers. Tot nu toe zijn de lichamen van 265 mensen gevonden. Reddingswerkers blijven zoeken naar slachtoffers, want een paar mensen worden nog vermist. Familie en vrienden rouwen om het verlies van hun dierbaren. Veel mensen die bij de ramp omkwamen waren afkomstig uit de Dominicaanse Republiek. Naar dat land was het vliegtuig op weg. Gisteravond was er in New York een speciale bijeenkomst voor de nabestaanden. Daar werden de slachtoffers herdacht. This is a sad day for all New Yorkers. Our hearts are filled with sorrow and with grief. And it's a time when we need to be able to comfort each other, hug each other, say prayers for each other and stand together. De ravage op de rampplek is enorm. Huizen zijn vernield en afgebrand. Overal liggen brokstukken van het vliegtuig. Toen het toestel gisteren neerstortte, was de schrik enorm. Iedereen dacht meteen aan de aanslagen van 11 september. Toen stortten er ook vliegtuigen neer op New York. Maar vandaag hebben Amerikaanse veiligheidsmensen gezegd dat het dit keer bijna zeker een ongeluk is en dus geen aanslag. Everything we know to date says that this continues to be an accident investigation. We have recovered the cockpit voice recorder. De cockpit voice recorder, dat is een soort cassette recorder. Die is heel belangrijk, want daarmee kunnen deskundigen achter de oorzaak van een vliegtuigramp komen. Hij zit in wat we noemen de zwarte doos. Die ligt in het achterste deel van ieder vliegtuig. De zwarte doos heet hij dus, maar hij is helemaal niet zwart. Hij bestaat uit twee kleine oranje dozen van ijzersterk materiaal die zelfs bij grote rampen heel blijven. In de ene doos zit dus de cockpit voice recorder. Deze cassette recorder neemt alles op wat in de cockpit wordt gezegd. In de andere doos zit de vluchtdata recorder, het apparaat met alle technische informatie van het vliegtuig. Deskundigen die deze recorder afspelen zien bijvoorbeeld hoe de vleugels en de motoren stonden vlak voordat het vliegtuig neerstortte. De eerste doos, die met de cassette recorder, is al op de rampplek gevonden. Alles wat de piloten het laatste half uur hebben gezegd, staat hierop. De gesprekken wijzen erop dat deze ramp een ongeluk was, zeggen Amerikaanse veiligheidsmensen. Maar om het zeker te weten moeten ze ook de doos met de technische gegevens onderzoeken. En daar wordt nog naar gezocht. De spanning was te snijden. Langzaam kwam de hoofdpersoon de trap af. De fotografen en cameraploegen stonden klaar.